Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de oogschaduwpalettes van de Powerpuff Girls uittesten. Ik heb deze een tijdje geleden laten zien in de vlog dat ik deze had gekocht. En toen kwamen er toch wel wat reacties van mensen die benieuwd waren naar deze palettes. Dus in deze video ga ik deze drie palettes uittesten. Ik zal allereerst weer even wat meer informatie geven ook over de palettes. En uiteraard gaan we ze uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar de oogschaduwpalettes van de Powerpuff Girls, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, allereerst, deze palettes zijn dus van de Powerpuff Girls. En de Powerpuff Girls is voor mij echt wel een klein stukje jeugdsentiment. Ik ben er echt mee opgegroeid. Als kind zijnde keek ik er altijd naar Cartoon Network. En ik vond het altijd heel leuk. De palettes zijn van Revolution. En die hebben dus een hele lijn gemaakt met producten van de Powerpuff Girls. De palettes waren los te kopen en ik heb ze dus alle drie gekocht. We hebben allereerst Buttercup, Bubbles en uiteraard ook Blossom. Deze palettes komen gewoon in een doosje. Dus dit is het losse doosje. Achterop het doosje staat al de kleuren. Een kleurenpalet, zeg maar, staat erop van de kleuren die in het palet zitten. Er zitten 6 kleurtjes in. Ze zijn cruelty-free en ook vegan. Dat is natuurlijk wel echt super fijn. Revolution heeft heel vaak dit soort leuke collecties. En het paletje zelf is gemaakt van een stevig karton. En de afbeelding van de Powerpuff Girl is er gewoon heel mooi opgedrukt. En alle paletten zien er ook gewoon uit zoals een doosje. Zo hebben ze natuurlijk ook echt gekozen voor de kleuren die de Powerpuff Girls droegen. Zo is Bubbles is blauw, Blossom is roze en Buttercup is uiteraard groen. Want dat zijn ook de jurkjes die ze aan hebben. Nou, laten we gewoon eens even kijken hoe deze paletten bevallen en of er wat leuke ooglooks van gemaakt kunnen worden. Oké, we gaan beginnen met de paletten van Buttercup. Ik vind het wel hartstikke leuke paletjes. Ik vind ook de binnenkantjes wel heel leuk. Ziet er dus zo uit. Er is een beetje zwarte poeder gelekt. Zo ziet hij eruit. Ik zal even een paar kleuren oppakken op een zwartje. Zo is de pigmentatie, dus op zich ziet het er goed uit. Ik ben wel benieuwd wat voor look we hiermee gaan kunnen maken. Ik ga even een haarbandje in doen en dan gaan we eens even kijken wat voor look we ermee kunnen maken. Ik vind de kreten hartstikke leuk hoor, hierin. Maar ik mis wel een spiegeltje. Maar oké, ik heb een ander spiegeltje, dus als je naar beneden ziet kijken, kijk ik naar het spiegeltje. Ik ga beginnen met deze kleur en die ga ik in de arcadeboog aanbrengen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het ook leuk dat er Powerpuff Girls in de poeder staan. Gedrukt, dat vind ik wel een leuke extra, zeg maar. Nou, ik heb hem opgenomen. Laten we gaan kijken. Oh, je ziet hem wel direct. Leuk. Ja, dat vind ik best wel lastig, want nu moet ik dus steeds het paletje pakken om erin te dippen. Dus ja, die spiegel is wel echt een mix, maar oké. Okay. Ja, ik vind het wel een leuk kleurtje. Ik doe gewoon 2 laagjes, want ik zie dat hij al best wel mooi tot zijn recht komt. Ik vind het prima. Andere kant. Ziet er wel leuk uit. Ja, ik vind het er wel heel leuk uitzien. Dan gaan we daar, om diepte mee te creëren, overheen met deze kleur. Dus
Ik heb een beetje een wat puntiger kwastje gepakt. Die vind ik altijd zelf het fijn zijn. Neemt goed op wat ik zo zie al direct. Dat is top. Oh, die pigmentatie wordt niet af. Ik heb er niet heel veel op aan te merken wat ik zo zie. Het zijn natuurlijk wel wat heftigere kleuren, want het zijn best wel intense kleuren. Ik vind het zelf wel leuk. Het moet wel iets zijn waar je van houdt. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, ik zou het skippen, want ik vind het te intens. Maar ik vind het zelf wel heel leuk. Ik vind het niet verkeerd. Dat gaan we eventjes blenden met elkaar. Wel een goede kwastje natuurlijk pakken. Ik vind de overloop wel mooi. Blenden is het belangrijkste, vind ik, bij elke schaduw aanbrengen, dat je harde lijnen wat weg kunt halen. Dan gaan we in de buitenste ooghoek voor deze kleur, de wat donkerdere groene. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Die pakt ook al goed op. Die ga ik een beetje stempelen als het ware, zoals ik het altijd noem. Want ik tippel het weer op, zeg maar. Ja, leuk. Waren jullie vroeger fan van Powerpuff Girls? Ja, misschien is het wel ver voor. Misschien ben je de leeftijd al lang gepasseerd doordat dat je misschien al wel helemaal niks er meer mee had toen het in was. Maar ik was dus wel echt Powerpuff Girl fan. Ik vind het ook wel leuk om te zien dat het weer een beetje terugkomt, als het ware. Ik weet eigenlijk niet of het nog steeds uitgezonden wordt. Dacht ik maar. Nou ja, niet dat ik nog tekenfilms kijk of zo. Ik denk als ik tekenfilms ga kijken, dan moet ik echt ziek op de bank liggen. Want dan wil ik misschien tekenfilms gaan kijken, maar anders kijk ik nooit. Ja, heel leuk. Dat gaan we natuurlijk ook weer even blenden met elkaar. Dat doe ik altijd een beetje voorzichtig, zodat het niet te veel kleur wegveegt, maar dat wel de harde lijnen eruit zijn. Ik vind het niet heel verkeerd, jongens. Leuk. Op het bewegende ooglid ga ik een gouden kleur uitbrengen, dat is deze. Ik vind hem ook wel heel leuk. Ik hoop dat het weer wordt met een kwastje, want het is natuurlijk altijd een beetje raar. Sommige kleuren werken beter met je vinger, maar ik ben er niet zo heel groot fan van. Maar op zich komt hij wel heel mooi tot z'n recht als je hem een beetje opbouwt. Dan zie je hem echt tevoorschijn komen. Maar deze heeft gewoon iets meer opbouw nodig en dat is ook helemaal prima. Ja, heel leuk. Dan ga ik even wat voor de binnenkant van de ooghoeken en het wenkbrauwbol deze kleur aanbrengen. Om het een beetje op te lichten. Ziet er mooi uit. Het is niet per definitie een highlight kleurtje. Maar het is gewoon een witte kleur die wel heel mooi eruit ziet. En ik vind als je het onder het wenkbrauwbod aanbrengt, of op het wenkbrauwbod aanbrengt,
dan wordt het net even iets strakker getrokken zelf. Dan is de look klaar. Ik vind hem al heel leuk geworden. Ik ga hem even afmaken met mascara, oogpotlood en eyeliner. En dan laat ik hem nog even zien hoe hij er dan in zijn geheel uitziet. En als hij dan af is gemaakt, ziet hij er zo uit. Ik vind het zelf echt heel erg leuk geworden. Ik vind het best wel sprekend. Ja, ik kan wel zeggen dat het palet van Buttercup goed geslaagd is als je het mij vraagt. Ik hou hier wel van in ieder geval. We gaan door naar het volgende palet. En dat is het palet van Bubbles. Dat is deze. Bubbles heeft ook weer zo'n laadje erin zitten. En Bubbles heeft deze prachtige blauwe kleuren. Ik zal er even een paar opnemen op de swatchje. Zoals je kan zien, lekker blauw. Dus ik ben heel benieuwd wat voor look ik hiermee kan gaan maken. Ik denk wel dat hij lekker vuil wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus laten we het palet gewoon gaan uittesten. Zo, het haarbandje zit weer op mijn hoofd. En ik ga beginnen met deze blauwe kleur in de hoek. En die ga ik in de arcadeboog aanbrengen. Bubbles was altijd een van mijn favorietjes op het gebied van Powerpuff Girls. En ik weet niet of jullie een favoriet hadden. Bubbles was voor mijn gevoel altijd een beetje het buitenbeentje soms van de groep. En waarschijnlijk omdat ik op school ook niet heel erg populair was, kon ik me daarom heel erg goed met haar identificeren. Ja, ik werd altijd wel blij van Bubbles. Ik vond haar ook altijd wel schattig. Ik weet niet of jullie een favorietje hadden. Mocht je al gekeken hebben natuurlijk. Want ik kan me ook voorstellen dat het misschien iets is waar je helemaal niet naar keek. Maar voor mij was het altijd wel Team Bubbles. Hij neemt best wel goed op weer. En toch omdat ik met meer kleuren ga werken... Ja, is het niet heel erg, al wordt het niet direct heel intens, omdat ik het gewoon kan opbouwen en ik ga er toch nog weer een keer overheen. Ja, ik al zo lang geleden ook de Powerpuff Girls, echt. Ik was nog zo jong toen en ja... Dan voel ik me nu gewoon heel oud als ik hier zo naar kijk. Ik vind deze kleur al wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Voor wat meer diepte ga ik er met deze blauwe kleur overheen. Dat vind ik ook wel heel leuk. Ik pak hierbij een beetje een puntig kwastje. Zo, we pakken even een spiegeltje erbij. Nou, ik zei het al bij het vorige palet natuurlijk. Ik mis dat best wel een beetje, een spiegeltje. Ja, het is ook wat het is. Je kunt het niet veranderen. Want ja, het zit er nou eenmaal niet in. Maar als ik Revolution, XX Revolution een tip zou mogen geven, zou ik zeggen... Misschien was een spiegeltje wel handig geweest. Dan had je bijvoorbeeld ook die tekst Power heel leuk in het spiegeltje. Deze heeft toevallig Power, maar de kreet had je hem ook heel leuk in het spiegeltje kunnen verwerken. Wat je wel vaker ziet. Lekker intens jongens. Ik hou er wel van. Dat ga ik natuurlijk even blenden. Zouden jullie dit soort kleuren dragen of zeg je van nou, absoluut niet? Dat kan natuurlijk ook. Kijk, ik vind het gewoon heel erg leuk om hiermee te experimenteren. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel heftig kan overkomen. Dus dat je zegt van nou, laat maar.
even gelet. Dan ga ik met deze donkerblauwe kleur, die dus, ga ik in de buitenste ooghoek. En ik denk dat deze ook wel heel intens gaat zijn. Vermoed ik zo. Mijn spiegeltje weer pakken. Beetje stempelen, zoals ik altijd doe. Ik denk als ik hier direct gelijk overheen ga. Wow! Hij is heftig, jongens. Hij is heel heftig. Maar dat geeft niet. Het is leuk om hiermee te experimenteren. Maar hij valt wel op, zeg maar. Deze kleur ga ik ook weer eventjes blenden natuurlijk. De borstje wordt al lekker blauw. Het zit ook een beetje onder mijn oog, dat moet ik straks wel even weghalen, want daar ben ik zelf niet zo'n heel groot voorstander van. Maar hij heeft dus wel wat fallout. Maar ik vind hem wel heel leuk aan. Dan ga ik met deze lichtblauwe kleur, deze, ga ik over het bewegende ooglid heen. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik denk dat hij dan misschien nog net iets lichter wordt. Want het is natuurlijk nu al best wel een vrij donkere look geworden. Deze heeft wel wat meer opbouw nodig, zie ik. Maar dat is niet erg. Dat maakt niet uit. Ja, ik vind hem wel heel leuk. Hij is intens, maar wel heel leuk. Vind ik wel heel leuk. Dan ga ik even over het wenkbrauwbod en de binnenkant van de ooghoek met deze kleur aanbrengen. Dat is een beetje een lichte kleur. Dat is denk ik niet per definitie een highlight kleur, maar gewoon wat lichter. Zo, even strak trekken. Altijd handig. Nou, eventjes strakker te trekken. En dan is dit de ooglook geworden. Ik vind hem zelf wel heel erg leuk al. Ik ga hem uiteraard eventjes afmaken met een beetje mascara, een eyeliner en een oogpotlood. Ik hou eventjes hier het overige oogschaduw weg en dan kom ik jullie terug om even te laten zien hoe het er dan uitziet. En dan is de ooglook afgemaakt, dan ziet hij er zo uit. Ik vind het zelf wel weer echt heel erg mooi. Wat ik zeg, het is wel weer fel, je moet ervan houden. Ik vind het op zich wel wat hebben. Ik hou er wel van en ik vind hem uiteindelijk toch wel weer heel erg mooi geworden. Ook omdat de kleuren gewoon super goed te blenden zijn. Dus ja, ik ben wel weer heel tevreden over het paletten van Bubbles. Tijd voor het laatste paletten en dat is het paletten van Blossom. Een mooi palet ook om te zien weer. En nou, hier zitten deze kleuren in. Ik zal die weer even met elkaar opnemen met een zwartje. Ik ben wel heel erg benieuwd ook.
De swatches zien er zo uit, lekker intens, lekker roze. Dus ik ben heel benieuwd wat voor look we met dit palet te kunnen gaan maken. Dus laten we eens eventjes gaan kijken. Ik ga beginnen met de licht oranje kleur als transitiekleurtje. Die ga ik in de arcadeboog aanbrengen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het een beetje oppakt. Een kwastje. Wel handig. Hij neemt wel goed op wat ik zo zie. Ik ben heel benieuwd. Een beetje opbouwen. Ik vind dat je hem nog niet direct heel erg ziet. Op de camera lijkt hij al heel goed tot zijn recht te komen. En op de, in de spiegel zie ik het minder. Dus ik doe gewoon even wat meerdere laagjes. Uiteindelijk zie je hem wel. Dan ga ik daar voor de diepte ga ik daar met de donkere oranje kleur in. Dat is die. Erg benieuwd ook naar, moet ik zeggen. Neemt ook goed op. Ik hoop wel dat het mooi wordt. Misschien wordt het wat te oranje, maar. Nee, het ziet er wel leuk uit. Zet ik hem eigenlijk net iets meer mee aan. Deze heeft veel minder nodig, want deze zie je wel direct opkomen. Zo, lekker fel. Gelijk even blenden natuurlijk. Iets lichter allemaal, dat zie je wel direct, maar dat geeft niet. Ik heb ook echt de grootste blendingskwast die ik in mijn stash heb nu gebruikt. Daar ga ik met deze roze kleur de buitenste ooghoeken dan mee invullen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind niet dat hij heel goed opneemt, moet ik zeggen. Ik vind ook dat je deze minder ziet, voor mijn gevoel. Ja, op de camera wel weer heel goed, maar zo vind ik hem niet zo heel goed te zien. Dus ik doe gewoon eventjes wat meer. Deze lijkt iets minder intens in paletten als de andere twee. Maar dat geeft niet. Het opbouwen kunnen we een hoop doen. Meestal dan, hè? Dat is niet altijd zo. Maar als een kleur gewoon geen pigmentatie heeft, dan kun je opbouwen wat je wil. Gaat het je niet lukken. Maar je ziet hem wel. Ik ga hem even heel licht blenden. Doe ik even met dit kwastje. Gewoon eventjes een beetje eroverheen. Want ik ben bang als ik nu met de grootte aan de gang ga, dat de kleur helemaal wegvaagt. Ja, hij is wel leuk. Dan ga ik op het bewegende ooglid met dit kleurtje werken. Ik ben ook weer heel benieuwd naar die kleur. Even mijn kwastje pakken. Ik pak ook echt een heel klein kwastje nu. Omdat ik dat gewoon iets handiger vind.
Deze zie je dan wel weer aardig, wat ik zo zie. Maar het blijft een beetje zoeken naar de pigmentatie. Maar wat ik zeg, als je er echt met meerdere laagjes overheen gaat, komt hij echt wel tot zijn recht. Dan vind ik hem al wel heel leuk. Er zit niet echt een highlight kleurtje in, maar omdat ik toch wat wil gaan gebruiken, ga ik voor deze gouden kleur. Misschien wordt het wel too much. Maar goed, dat gaan we wel zien. Het is gewoon jammer dat er niet echt een licht kleurtje in zit, wat die andere twee paletten dus wel hadden. Maar op zich, als ik hem een beetje strak trek, lukt het wel. En dan is dit de ooglook geworden. Ik zal hem weer eventjes afmaken met eyeliner, mascara en oogpotlood. En dan laat ik even het eindresultaat zien hoe dat eruit ziet. En dan is dit de look als hij afgemaakt is. Ik heb hem inmiddels zelf ook even van dichterbij gezien in de spiegel. En dan moet ik zeggen dat hij toch wel heel erg mooi is. Dus ik ben er toch wel heel tevreden over. Pigmentatie leek eerst niet helemaal tot zijn recht te komen. Maar met opbouwen kun je dus wel heel veel. Dus ik vind hem uiteindelijk toch wel heel geslaagd geworden. Ja, wat vind ik nou van deze palettes? Ik vind het echt wel hele leuke palettes. Het zijn wel kleuren die soms een beetje uit mijn comfortzone gingen. Vooral bij Bubbles en Buttercup. Dit zijn kleuren die ik normaal niet heel veel gebruik. Maar ik vind het ook wel super leuk. Bij het paletje van Blossom zitten kleuren die ik wat vaker... Blossom zitten kleuren die ik wat vaker pak. Ik vind het echt super leuke kleurtjes. Ik vind de pigmentatie over het algemeen echt wel heel erg goed. Vooral die van Buttercup en Bubbles vond ik heel intens. Van Blossom dacht ik soms van nou, ik twijfel een beetje. Maar achteraf kon je die kleuren dan weer heel goed opbouwen. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg enthousiast over deze drie paletjes. Ik heb ze gekocht op theboozyshop.nl. Ik weet niet of ze er nog zijn. Want dit zijn vaak volgens mij ook wel een beetje van die collecties die niet heel lang te koop zullen zijn. Maar misschien als je er interesse in hebt en je gaat op internet zoeken dat je ze nog wel kunt vinden. En misschien dat ze ook wel bij Revolution in de winkel hebben gelegen bij de schappen. Maar dat weet ik niet, want ik heb die schappen zelfs niet van Revolution in de winkels. Maar ik vind het in ieder geval drie hartstikke leuke palettes die ik zeker nog heel veel zal gaan gebruiken. Ik ben benieuwd wat jullie van de ooglooks vonden. Het kan natuurlijk zijn dat het helemaal je ding niet is. Kan ik ook begrijpen, want sommige waren best wel heftig. Misschien vond je het wel hartstikke leuk. Laat zeker even in de comments weten wat je van deze paletten vond. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een rode button en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor jullie in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!